Dat is gevallen in het begin met de galoppaarden voor Holland. Holland begint achter de paarden. Ook een rustige start van Mr. F. Bit. En daarachter een hele snelle start aan de buitenkant van Ilja Medo. Die heeft heel makkelijk met achterleiding. Dat moet je maar eens doen op Wolvenga. Maar Ilja Medo lukt dat heel makkelijk. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde ligt Fury Di Muccio. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Mr. F. Blit, Ilja Medo. Daarachter op de tweede plek aan de relingzijde is het Tesselaar met Fury Di Muccio. Paarden rechte lijn overzijde in. Aan de buitenkant gaat nu naar voren Haley Vredebest. Haley Vredebest gaat de leiding overnemen. De derbywinnares, de Mary Derbywinnares. Nummer 4 galop. En Holland is eruit. Aan de buitenkant komt hij ook naar voren. Dat is Ismael F. Boko. Ismael F. Boko op de weg naar voren. En zo gaan de paarden de volgende bocht in. Ook in het tweede spoor onderweg Finn Verkijk met XL Bolets. Laatste plek van het peloton voorlopig. Op plek 6 ligt Zand de Grif. Paarden onder de bocht. Binnenkant Haley Vredebest. Aan de buitenkant kijkt stoïcijns voor zich uit Patrick de Haan. Ismael F. Boko is onderweg naar voren en laat zich niet ophouden. Ook niet door Barry te passen. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Straks nog een ronde te gaan. Leiding wordt overgenomen door Ismael F. Boko. Daarachter op de tweede plek Haley Vredebest. Derde aan de buitenkant XL Bolets. Vierde aan de relingzijde Ilja Medo. Vijfde aan de buitenkant. Tussentijd was 15-4. Aan de buitenkant Zante R. Griff en daarachter aan de relingzijde volgt Fury Di Muccio. Laatste in het tweede spoor, gaat ook nu makkelijk mee. Is weer aangesloten, Mr. Blitzer Bit. Paarden onder de runnersbocht. En we hebben nog 700 meter te gaan. Aan de leiding gaat Ismael F. Boko. Ismael F. Boko, daarachter aan de buitenkant XL Bolets. En daarachter aan de relingzijde volgt Haley Vredebest. Mooi ligt in de koers nu Zante Griff. Dat is de favoriet van het veld. Ligt vierde. Vijfde aan de relingzijde Ilja Medo. Kan geen kant op. Aan de buitenkant Mr. Blitzer Bit. En daarachter volgt in het tweede spoor nu Fury Di Muccio. Tempo is wat naar beneden gegaan. Wat heet naar beneden gegaan? 19-5 is niet al te hard. En we gaan op weg naar de laatste bocht. Nu gaat het tempo weer omhoog. En daar leidt nog altijd Ismael F. Boko. Die zet even aan. En onmiddellijk is hij Haley Vredebest kwijt. Ook in het tweede spoor problemen voor XL Bolets. En naar het derde spoor gaat nu Zante Grif. En zo zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En de Haan kijkt nog een keer achterom. Die ziet alleen naar de buitenkant Zante Grif komen. De rest lijkt niet zo heel dwingend. XL Bolets zit er nog wel tussen. Maar die wordt nu gepasseerd door Zante Grif. Daar komt Zante Grif aan de buitenzijde. En ze zijn in de laatste rechte lijn. Relingzijde Ismael F. Boko. Buitenzijde komt Zante Grif. Daar komt Bakker aan de buitenzijde. Daar komt Bakker aan de buitenzijde. Bakker met grote stappen. Bakker met hele grote stappen. Bakker op de streep. Nou, net voorbij denk ik. Ismael F. Boko tweede. Fury Di Muccio derde. Scheelt weinig voor de winnaar.